Mijn taak binnen de gemeente Boxtel voor de spooraangelegenheden, dat betreft het programma Hoofdpunt Spoor, een project van de Rijksoverheid om het aantal treinen fors te intensiveren, om op die manier spoorboekloos rijden mogelijk te maken. Mijn rol daarin is om binnen de gemeente Boxtel dat proces goed aan te sturen, dus te zorgen dat de belangen van Boxtel goed behartigd worden bij de Rijksoverheid. Wij gaan dat aanpakken middels een participatieproces. Daar hebben wij vorige week hebben wij daar een bijeenkomst voor gehouden, of in ieder geval het ministerie heeft een bijeenkomst gehouden. We hebben als gemeente daar zelf ook een deel van het verhaal verteld. En wij willen graag met de omwonenden, met burgers, willen wij graag van gedachten wisselen om te kijken van nou, wat zou nu een oplossing zijn voor de problematiek bij de dubbele spoorwegovergang. Want dat is in ieder geval een van de onderdelen die in het kader van PAS aangepakt kunnen worden. En ik zeg heel bewust kunnen worden, omdat daar wel voorwaarden aan hangen vanuit het Rijk. U bent vorige week op de avond geweest voor de spoorwegen, ja. Voor alle plannen die daar zijn, hoogfrequentiespoor. Waarom bent u eigenlijk inspreker? Ik ben op titelen personeel, dus namens niemand, maar namens mezelf. En ik was daar en ik heb daar natuurlijk alles aan gehoord. Ik ben zeer belangstellend voor het probleem. En ik had op een gegeven moment de neiging om iets te zeggen. Ja, de mensen kunnen zich op bijna iedere manier aanmelden. Via het internet, telefoon, schriftelijk, via brief. Maakt op zich niet uit. Iedereen kan zich aanmelden. Dat kan tot 31 oktober. Daarna gaan wij uiteraard kijken van hoeveel aanmeldingen hebben we nu binnengekregen. Hoe gaan we dat dan precies organiseren? Dat zal ook sterk afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen. Via de site van de gemeente kunt u zich... Daar staat een reactieformulier wat mensen in kunnen vullen. En daar kunnen ze aangeven of ze actief willen participeren in het participatieproces. Of dat ze op de hoogte gehouden willen worden. Dat kan ook nog namelijk. Ik kan u in ieder geval zeggen dat het op dit moment goed loopt. We krijgen behoorlijk wat aanmeldingen binnen. Dus daar zijn we ook zeer tevreden over. We willen graag dat iedereen ook zoveel mogelijk meedenkt om te komen tot een goede oplossing. Want dat is een lastig knelpunt wat al jaren onderwerp van discussie is. Nou, ik denk dat ik op de allereerste plaats wil zeggen dat ik het allemaal aan hoort heb. En dat er dus... gelegenheid geboden wordt om met ideeën te komen in workshops. En ik denk dat de mensen van onze straat daar ongetwijfeld zullen zijn. Wat moet ik me daarbij voorstellen bij een workshop? Nou, wij willen in ieder geval de eerste bijeenkomst willen we starten met een soort van informatiebijeenkomst. Weliswaar voor degenen die zich hebben opgegeven voor de participatie. Maar willen we iedereen goed op de hoogte brengen van nou, wat is nu feitelijk het probleem en waar staan we nu op dit moment? Dus welke informatie is er beschikbaar, zodat we met z'n allen over dezelfde informatie beschikken. Maar wat mijn opmerking betrof iets anders. Ik had een ander punt, zoals u weet. En dat ging over de financiering. Ja. Want ik denk dat welk plan je ook maakt, welke workshop resultaten er ook komen, dat het wel betaalbaar moet zijn voor de gemeente Boxtel. En als ik dan hoor dat er een regel is van 50%, dan kan ik me dat goed voorstellen dat een dergelijke soort regel geldt. Maar de vraag is of die voor ons moet gelden. Want uiteindelijk de spoorwegen, die zadelen ons op met een groot probleem. Het wordt ontzettend druk op die spoorlijn met vrachtvervoer. Daar zat Boxtel zelf niet op te wachten. Vervolgens willen we iedereen die informatie tot zich laten nemen, ook terugkoppelen naar de achterban. En op die manier dan met de achterban samen kijken of daar mogelijke oplossingen uitkomen. Wij zullen zelf ook tijdens die eerste informatiebijeenkomst samen met het ministerie zullen wij ook aangeven nou, welke richting denken wij zelf nu op als gemeente samen met het ministerie. Vervolgens is het probleem dat de dubbele overweg vrijwel zeker dicht moet, omdat die niet meer open kan zijn, gewoon fysiek niet meer open kan zijn. Nou, dan moet er dus iets anders komen en dat zal waarschijnlijk een hoop centjes kosten. En wij denken dat er goed onderhandeld moet worden, maar ik vertrouw de gemeente zeker wel, dat er goed onderhandeld moet worden, dat het niet bij die 50% kan blijven, want dan zie ik dat wij een veel te laag budget hebben om iets behoorlijk in Boxtel te kunnen presteren. Nou, op het moment dat die achterban geïnformeerd is, dan willen wij inderdaad een workshop organiseren. Daarin willen we in groepjes samen met de burgers willen gaan kijken van nou, wat zijn nu oplossingen. Dus daar willen we heel graag horen welke ideeën er onder de bewoners leven om tot een oplossing te komen voor de dubbele overweg, voor de problematiek daar. Ja. U zegt nu, ik heb er alle vertrouwen in, maar uit uw inspraakreactie maandag kwam toch iets minder vertrouwen naar voren.
Nou, dat het financieel rond zou kunnen komen? Nou, ik twijfel erover of het rond zou komen, ja. En dat zal misschien niet aan de gemeente liggen, misschien ook wel, dat weet ik niet. Ik ben geen insider, dus ik weet niet hoe scherp ze kunnen onderhandelen. Maar als ze steeds maar herhalen bij die bijeenkomsten dat we maar 50% krijgen van het Rijk, dan heb ik een grote twijfel bij, ja, inderdaad. En dan? En dan? Ja, dan zal er meer geld moeten komen. Dan kunnen ze misschien eens afwijken van een regel. Want dat is ook een kunst om af te wijken van de regel. En dat ze dan zeggen, nou, Boksel is een punt apart. En wij gaan dat eventjes uit dat bestaande budget halen. En we zorgen dat er een ander potje voor komt. En dat het wel betaalbaar wordt. Ik vind dat Boksel best wat mee kan betalen. Voor zover ze er echt op vooruit gaan. Maar als wij er alleen maar op achteruit gaan door veel meer spoor. En door een zeer moeizame bereikbaarheid. Of bereikbaarheid ten koste van een hele hoop straten, wijken. Dan denk ik dat wij toch een beetje moeten passen een ogenblikje. Nou, de reden waarom ik die uitspraak heb gedaan is natuurlijk, het is natuurlijk ook een stukje bedreiging, want daar gaan meer treinen rijden, dus die zullen ook meer overlast veroorzaken. Van de andere kant biedt het feit dat er meer treinen gaan rijden, dat biedt ook de mogelijkheid om maatregelen te nemen om de effecten van de toename van die treinen goed te regelen. Op het moment dat er geen toename van treinen is, zal er aan het spoor over het algemeen in Nederland gebeurt er dan niets aan geluidseffecten en trillingen en dergelijke. Nu er sprake is van toename van treinen, zal al die effecten zullen aan de daarvoor noodzakelijke wettelijke eisen moeten gaan voldoen. Ja, ik denk dat er een oplossing moet komen. En die mooie trein die er nu langs rijdt. Maar ik geloof ook wel dat misschien op een gegeven moment toch wel een oplossing komt. Maar mijn punt was daar in die vergadering, als het niet betaalbaar is, dat hebben we toen met de ODC ook gezien op de renpaard, was het niet betaalbaar en dan zitten we eindeloos plannen te maken en daar komt er niks van. Laten we kijken dat we er ook een goede financiële onderbouwing voor hebben.